Ik zit hier op het schoolplein van Hooghuis Zuid. En dit is een best wel bijzondere locatie, want je hebt hier 7 VMBO-keuzeprofielen. En je kunt hier dus levensecht leren. Wat zoveel inhoudt als dat je echt gaat timmeren, echt gaat metselen, echt gaat koken, echt gaat bakken en nog veel meer. Nou, wat dat nog veel meer is, daar ga ik vandaag achterkomen, want ik ga een kijkje nemen in de praktijk. Ik ben hier bij locatie Zuidwest met... Lucas. Lucas. En Senna. Senna. Deze 2 leerlingen gaan het vandaag tegen elkaar opnemen in 7 challenges bij 7 verschillende profielen. Wie gaat er winnen, jongens? Denk ik. Jij, denk jij? Denk ik. Ja, verrassend. Ze zijn in ieder geval zeker van hun zaak. Jongens, we gaan beginnen. Ja, kom op, jongens! En wat jullie gaan doen, jullie moeten de juiste kabeltjes verbinden zodat hier licht op komt. Zijn we er klaar voor? Nee. Zijn we er klaar voor? Ja. Dat bedoel ik! Challenge 2, actie! Oh! Woe. Ja! Het scheelde niks, maar we hebben een nieuwe winnaar. Metselen maar! Drie, twee, één. Oké. Oké, jongens, het is tijd voor Heel Hooghuis Bakt, want we zijn namelijk bij de volgende afdeling. Oh, lekker, dankjewel. Namelijk horeca, bakkerij en recreatie. Lekker. Ja. Deze moet je winnen, want de verliezer die krijgt de taart die jullie nu gaan maken in zijn gezicht. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Let's go! Oh! We hebben een winnaar! Degene die als eerst de steunkous correct om het been van de patiënt heeft gedaan, die heeft gewonnen. Succes, jongens! Actie! Netjes, jongen. Het is tijd voor de finale. En dat wordt een spannende strijd, want jij hebt 3 punten en jij hebt 3 punten. Binnen deze challenge hebben jullie een aantal kleine challenges, namelijk 4 stuks. Jullie gaan zo dobbelen, vervolgens ga je inpakken. Nou, dat doe je beter dan ik, jongen. Vervolgens ga je tekenen. En als laatst moet je 20 keer hoog houden met een tennisracket. 20! Oh, joh! Jongens! Wat een close call! Zo, dat was close, jongens. Maar op basis van een paar centimeter mag Lucas zich de verdiende winnaar noemen. Hey, vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog, abonneer je even op ons YouTube-kanaal. En tot de volgende keer. Later.